U zegt er is een asielcrisis. Ja. Dus definieert u eens even waarom het een crisis is. Nou, er zijn eigenlijk twee soorten crisis. Hè. Acuut. Ja. En dat gaat erom dat je een voortdurende... En dat heeft niet alleen met asiel te maken, maar ook met bevolkingsgroei. Je hebt een voortdurende instroom van mensen. En uiteindelijk moet je die mensen zeg maar, opvangen in de samenleving. En dan loop je aan tegen vraagstukken als huisvesting... gezondheidszorg die geleverd moet worden, onderwijs. En dat zijn grondwettelijke taken. En daar komen we best wel knel te zitten op heel veel manieren. Ik denk dat dat eigenlijk inmiddels wel geaccepteerd is. Ja, ja. En dat wordt overigens, ik onderbreek u alleen maar even ten dele hoor. Dat wordt overigens dan bijvoorbeeld door de partij van Kati Piri meer dan gezien als een opvangcrisis dan als een asielcrisis. Zeg ik dat goed? Zeker. En ik hoor hier ook al het frame wat heel erg past, denk ik, bij dit kabinet. Namelijk alle problemen in Nederland. Hij is geen vertegenwoordiger van het kabinet. Nee, zeker. Hè? Zeker, maar ik denk dat u best tevreden bent met een aantal van de uitkomsten van dit kabinet op asiel. Nou, ik heb nog niet veel gezien, eerlijk gezegd, okay, kan concreet beleid. Dat ben ik met u eens. Ik heb ook nog niet veel gezien. En als je gewoon terugkijkt in de geschiedenis... De afgelopen 20 jaar, dat heb ik gedaan. Ik ben geen jurist, maar als je dan terugkijkt in de geschiedenis... dan blijkt het verrekte lastig te zijn om hier wat aan te doen. Want je stuit uiteindelijk altijd op de verdragen die ooit zijn ondertekend. En zeker. Soms bedenken politici dingen en dat klinkt dan best wel logisch en aannemelijk. En dan gaan ze het uitvoeren en dan is er altijd weer de rechter die denkt... oh, dat staat hier iets in het verdrag. En dit kan dus niet, vinden wij. En dan is het weer terug naar square one. Hè? Ja. Dus dat zie je wel bij dit dossier. Ja. Maar goed, nog even terug, want ik onderbrak u. Ja. U zegt van het is een crisis, want je ziet dat er in het kader van opvang... en het gaat over wonen, als het gaat over het gebruik maken van sociale voorzieningen... Zeker. Dat er een groep mensen is die daar veel gebruik van maakt. Ja, dus eigenlijk, of zou willen maken, maar dat ook soms niet kan... omdat die woningen er bijvoorbeeld niet eens zijn. Precies, dat is eigenlijk het ene deel. Ja. En dat zijn die grondwettelijke taken van onderwijs, huisvesting enzovoort. Ja. En het tweede deel van de crisis is eigenlijk een integratiecrisis. Juist. Als je kijkt naar... Naar het onderzoek van mij, wat ik samen met een aantal andere mensen heb uitgevoerd... economen van het Centraal Planbureau, een emeritus hoogleraar en een demograaf. Als je naar kijkt naar het onderzoek, dan zie je dat immigranten eigenlijk ontzettend verschillen onderling van elkaar. Dus sommige immigranten doen het veel beter dan autochtonen in allerlei opzichten. En andere groepen niet. En als je dan kijkt naar de groep die het slechtst integreert, zijn dat asielmigranten. En dat komt door een relatief laag opleidingsniveau. En wat je ook voor een deel... waar je een aanzienlijk deel van de immigranten bij de tweede generatie nog terugziet. Niet bij mensen uit Iran bijvoorbeeld, die doen dit juist weer tweede generatie beter dan autochtonen, maar veel groepen slechte onderwijsprestaties. Je ziet ook iets wat heel bepalend is voor de integratie, net zo belangrijk als opleiding eigenlijk, en dat is de culturele afstand. En dat weegt ook heel sterk mee. Culturele afstand tot afstand. Nederland. Ja. 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 Want je kunt de wereld onderverdelen in cultuurregio's. Er zijn grote sociologische onderzoeken die dat hebben gedaan. En Afrika en het Midden-Oosten is het gebied met de grootste culturele afstand tot Nederland. Dus dat weegt ook mee in die integratie. Ja, dat is ook... En dat is de integratiecrisis. Dat is eigenlijk een veel grotere crisis. Ja. Nou ja, kijk, als ik kijk ook naar cijfers... dan zie ik dat bijvoorbeeld niet alleen Iraanse vluchtelingen... die in Nederland asiel hebben gekregen... maar ook bijvoorbeeld Afghaanse meisjes... doen het op Nederlandse scholen zelfs beter... dan autochtone Nederlanders. Dat is de tweede groep, absoluut. Ja. Maar ook als je kijkt naar kinderen die hier zijn geboren... wiens ouders allebei in het buitenland zijn geboren... dus de kinderen van mensen die hier asiel hebben gekregen... er is geen verschil met de gemiddelde Nederlander... als je kijkt naar de HAVO en VWO. Volgens mij zijn die studies u ook bekend. En om nou te zeggen dat er zijn heel veel soorten migranten... maar de asielmigranten maar die zijn laag opgeleid... en staan cultureel heel ver van ons af... Ja, daar klinkt weinig objectiviteit in. Nou, dit is echt vrij absurd, want dit is een beetje cherrypicking. Je pikt er een paar groepen uit die het goed doen. Maar als je overal kijkt, en ik mag hier niet te veel met cijfers ontstrooien... voor het kijkbaarheidsgehalte, zeg maar. Maar als je overal kijkt, blijven die prestaties best achter. Maar laten we ook kijken naar de afgelopen jaren. Op dit moment, als je asiel krijgt, ten eerste, je moet al 21 maanden wachten. Je zit 19 maanden, sta je te wachten op een registratie voordat je aan het werk kan. Waarom zijn het in Nederland, waarbij iedereen vindt... als je hier asiel krijgt, moet je ook zo snel mogelijk integreren? Dat is geen links-rechts vraagstuk. Nee, dat vindt iedereen. Volkomen logische gedachte. En toch zijn daar ontzettend veel obstakels... die, als ik me niet vergis, toch vooral door
rechtse partijen worden opgeworden. Ja, maar kijk, nu gaat het helemaal politiseren, maar dat is voor mij werkt het niet goed voor even de discussie. Los, even ik, okay, ik zo weer kans hoor, maar even dat element van je wacht lang en in die tussentijd kun je op geen enkele wijze eigenlijk alvast deel uitmaken van de samenleving. Zeker. Of ook bijvoorbeeld op een of andere manier nuttig zijn voor die samenleving en eigenlijk daardoor ook nuttig voor jezelf. Dat telt misschien. Absoluut. Nee, maar dat is een van de dingen die ik ook altijd noem, die eindeloze procedures. Ja. Asiel is de domste manier om immigranten toe te laten. Dat iedereen die een tijdje naar kijkt, snapt dat. Want mensen zitten te wachten en te niksen. Dat helpt helemaal niet. Maar goed, als mensen daar mogen werken, als je kijkt naar mensen die vanaf 2005 zijn gekomen, asielmigranten die dus mogen werken, die een BZ-nummer hebben en al die dingen meer, dan zit van die groep de helft tot driekwart ontvangt een uitkering. Als je dan gaat kijken alleen naar de mensen die tussen de 18 en de 40 waren, en je kunt nee schudden. Klopt niet. Dit is echt bizar. Maar ik zou zeggen, lees het boek. Ik heb daar. Nou, ik lees alles. Ik lees ook onderzoeken. Ik ben 11 jaar woordvoerder migratie. Ik heb met veel experts gesproken. Zowel op Europees toneel, toen ik in het Europese parlement zat, als de afgelopen jaren. Er is een dataset van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die dataset kun je mensen volgen over de tijd heen. Zeker. Als ik de mensen neem die vanaf 2005 zijn gekomen, onder een noemer asiel, en ik ga gewoon kijken per jaar hoeveel van die mensen hebben een uitkering, dan is dat 50% tot 75%. En dan kunt u wel gaan zeggen, nee, maar ik heb dat nagerekend. En dan moet u morgen maar even op Twitter of zo even ventileren hoe u dat het tegenbewijs hebt geleverd, maar dat heeft u niet. Absoluut niet. Toch even, want het is heel belangrijk. En u doet iets anders, u politiseert ook gelijk. Precies, de interpretatie. Ik ben niet van een rechtse politieke partij. Nee, maar goed. U bent politicus, dus u mag politiseren. Maar laten we proberen. Misschien de interpretatie van een feit mag je politiseren, maar de feiten zelf toch niet. Dus laten we nou afspreken dat we het wel over dezelfde feiten hebben. Ja, nou, ik geef. Ja. Nee, zeker. Precies. Ik kijk naar die dataset en ik reken dit uit. En ik reken het nog een keer na en nog een keer. En het klopt gewoon. U zegt dus aan de hand van die cijfers zie ik dat we, want zo noemt u het ook eigenlijk, dat we eerder nog een integratiecrisis hebben. Ja, zeker. En als ik daar nog één ding over mag zeggen. Zeker. Als je gaat kijken wat bepaalt nu de integratie van de tweede generatie, dan zie je dus dat het opleidingsniveau heel belangrijk is bij de tweede generatie. Maar dat verklaart lang niet alles. Dan blijkt dat die culturele afstand, dat heb ik ook niet zelf verzonnen, dat zijn hele grote datasets die al 40, 50 jaar bestaan. Twee verschillende datasets. En als je dan kijkt naar de culturele afstand van het herkomstland, tussen het herkomstland en Nederland, en je rekent dat op allerlei manieren uit, dan blijkt die culturele afstand, eigenlijk wat heel veel mensen op een klomp al aanvoelen, die blijkt heel bepalend te zijn voor die integratie. Maar bijvoorbeeld ook voor de mate van criminaliteit, om maar eens een dwarsstraat te noemen. En dat is in zekere mate zichtbaar geweest natuurlijk, dat toen toen Joegoslavië uiteenviel in eind vorige eeuw, dat die groep eigenlijk heel goed is geïntegreerd in onze samenleving, als je in algemeenheden praat. Zeker, die is beter geïntegreerd, ja. Ja, En je ziet natuurlijk dat mensen die uit Oekraïne komen, want dat is de opvang in de regio, denk ik toch, als we het zo noemen. Zeker. Maar die mogen ook meteen al veel meer dan die mensen die daar die 19 maanden moeten wachten. Zeker, en ik denk dat ook, als ik heel eerlijk ben, een van de redenen is waarom er veel meer ook draagvlak is. Dat is niet alleen maar, ze zien er hetzelfde uit als wij, of misschien net zo ongelovig als Nederlanders, maar vooral het idee, ze zijn niet alleen dankbaar, maar ze willen ook gewoon hun eigen kosten, hun eigen onderhoud voorzien. En ze zijn aan het werk, ze dragen bij. Maar ik heb in zoveel bezoeken de afgelopen 11 jaar met zoveel mensen van over de hele wereld, als je vlucht voor oorlog, ben je zo dankbaar dat je hier in Nederland die veiligheid, bescherming geboden wordt. En je wilt ook aan het werk. Maar wat wij nu doen, is mensen rondslepen van asielzoekerscentra naar asielzoekerscentra. We hebben vandaag nog gezien 6000 kinderen die gewoon structureel hier worden opgevangen in sporthallen. En we laten mensen verpieteren in plaats van hen mee te helpen hebben, aan het werk te krijgen. Dan verandert dat beeld niet. Kijk, er is een hele simpele reden waarom asielzoekers het sowieso minder goed doen dan mensen die bijvoorbeeld voor arbeid komen. Als iemand voor arbeid komt, dan is er een werkgever die wacht met een baan op die persoon met die kwalificatie. Laten we zeggen, de spreekwoordelijke Indiaanse IT-specialist. Ja. Bij een asielzoeker is dat niet zo. Ja, maar dus ook daarom, een vrouw van 70 uit Syrië, als zij vlucht voor oorlog, zit niet meer in de werkbare leeftijd. Maar ook die verdient gewoon bescherming dan in Nederland. Ja, oké. Okay, dat is ook niet de discussie wat mij betreft. Hè, want dat die dat verdient, dat is niet wat u zegt dat hij dat niet verdient of zo. U heeft het daar helemaal niet over wie iets wel of niet verdient. U probeert aan de hand van die cijfers te zeggen wat
naar uw idee beter werkt of minder goed werkt. Is dat nou een idee, want u zegt dan ook in het boek bijvoorbeeld, je zou het moeten ontmoedigen. Daar is deze regering nog behoorlijk mee bezig om te ontmoedigen. Je zou verdragen kunnen opzeggen en aanpassen. Daarvan zou je kunnen zeggen, er lijkt in Europa een behoorlijk rechtse wind te waaien. Absoluut. Waardoor daar misschien meer kans komt dat dat op termijn zou kunnen gebeuren. En er is nog een derde ding. En dat is het zogenaamde derde land. Ja. En dat brengt ons toch even naar onze minister voor Buitenlandse Samenwerking en Ontwikkelingshulp. Ja. Renette Klever. Want die was in Oeganda en zei daar het volgende. Nou, het is hier wel, het is wel indrukwekkend wat ik hier zie. En toch is het kabinet gecharmeerd van de opvang hier. Je ziet er allemaal huisjes staan. De mensen die hier aankomen, die gaan eerst door een screening en die krijgen een medische health check. En daarna krijgen ze een stukje land waar ze een huisje op mogen bouwen. En waar ze op een gegeven moment ook gewassen kunnen gaan verbouwen. Zodat ze uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Echt een ander kamp dan wat we eigenlijk voor ogen hebben. Ja, het is echt gericht op hun toekomst ook. Ik vroeg mij af, was dit nou ook een idee van u? Nee. Bij die formatiebespreking? Nee, zeker niet. Nee? Nee, zeker niet. Maar in zijn algemeenheid, u noemde net die drie vormen, hè? Ja. Eén, en ik beschrijf het dan ook meer van wat de mogelijkheden zijn om die in de praktijk worden uitgevoerd. Maar blijf even bij dit land, vooral, dat derde land. Ja, nou, het derde land, dat is bijvoorbeeld Australië is daar een goed voorbeeld van. Ja. Die kregen heel veel bootvluchtelingen. En daar verdronken ook heel veel mensen bij. En toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, wij gaan die mensen veiligheid bieden, maar in een derde land. En toen bleek het animo daarvoor direct pijlsnel te zakken. Want bij asiel is het zo, er zijn natuurlijk vluchtelingen die op zoek zijn naar veiligheid, maar er zijn ook heel veel migranten die op zoek zijn naar een beter leven. Ja. En op het moment dat Australië de veiligheid begon te bieden in het derde land, bleek dat die groep die op zoek was naar een beter leven een hele grote groep te zijn. En die groep die op zoek is naar veiligheid een vij kleine groep. Dus u zegt, het is daarmee impliciet ook ontmoedigend. En daarmee ook de verdrinkingsdoden. Daarmee dus ook ontmoedigend. Nou, ontmoedigend voor de groep die op zoek is naar een beter leven. Ja. Wat heel begrijpelijk is overigens. Ja. Want ja, wie wil dat niet een beter leven? Natuurlijk. Wat vindt u van het idee? Dat Oeganda-idee bedoel ik? Oh, het Oeganda. Ik dacht, we gaan het hebben over Australië. En hoe je mensen naar een klein eiland stuurt waar verder niks is. Gek, hè, dat ontmoedigen. Nou ja, gaan we serieus een plan bespreken? Oh ja, het, wat er niet is, waarvan blijkt. Waarvan Schoof ook is. Al een beetje heeft gezegd, het is er niet. Maar het wordt toch al wel mee gespeeld. U weet hoe het in de politiek gaat. Eerst noem je het één keer. Daarna noem je het nog twee keer. En dan opeens is het toch een idee. Vindt iedereen het een normaal ding? Maar we hebben het eerder gezien. Dit soort discussies in Engeland. Hebben lang met Rwanda natuurlijk gespeeld. Volgens mij. Nou, inmiddels honderden miljoenen euro's, of in dit geval ponden, aan besteed. En niemand is naar Rwanda gestuurd. We zien Italië hetzelfde proberen met Albanië. Kijk, natuurlijk kan je afspraken maken met derde landen. Hè, als er nou heel veel Oegandezen hier asiel zouden vragen en het blijkt dat ze geen asiel krijgen, dan moet je ook afspraak maken met zo'n land over terugkeer van de eigen onderdanen. Dus om niet te zeggen, wij zijn tegen afspraken met derde landen. Maar dat dit een totale luchtballon is, dat is denk ik inmiddels wel duidelijk. Ja, maar in de praktijk blijkt dus, en eerder heeft Spanje het ook gedaan met mensen die naar de Canarische eilanden kwamen. Op het moment dat je een goede terugkeerdeals hebt, dat had Spanje toen met Senegal bijvoorbeeld, dan werkt het heel goed. Ja. Ja, dat is wel belangrijk. Ja, maar dan stuur je dus mensen dat is geen luchtballon, naar... dat is bewezen in de praktijk. Voorlopig. Maar goed, ik ga niet over het beleid. U gaat niet over het beleid en u gaat ook niet over Oeganda. Maar u heeft wel de migratiemagneet Nederland geschreven. Mythen, feiten en oplossingen. Mag ik daar nog één ding over zeggen? Ja. Want kijk, het kiezen voor de status quo is eigenlijk kiezen. Asiel is een dodelijke hindernisbaan. Ja. Want wij trekken met het asielrecht mensen naar Nederland en Europa toe, die we eigenlijk niet willen hebben. Dus hebben we het heel moeilijk gemaakt. De Europese buitengrens is de dodelijkste grens in de wereld. En kiezen voor de status quo is kiezen voor het in stand houden van dat systeem. Systeem, ik begrijp eerlijk gezegd niet wat daar human aan is. Maar u zegt, we trekken hier mensen heen die we eigenlijk niet willen. We hebben het hier over mensen die vluchten voor oorlog en vervolging. En die hebben het vervolgens heel moeilijk gemaakt om te komen. En het feit dat u zegt, dat zijn mensen die we hier niet willen.
Daarom spreek ik u aan op behoorlijk rechtse beelden hier. Nee, dat, ik kan me zo voorstellen dat het zo lang duurt, die onderhandelingen tussen Wilders en Nicolien van Vroonhoven, omdat dit aan zo'n onderhandeling staat. Ja, het gaat om een hele fundamentele discussie. En ook gewoon twee kampen, grote verschillen. Dus daarom duurt het zo lang, Jeroen. Deze elementen komen ook vast de komende dagen weer druppelsgewijs naar buiten, als we weten wat er allemaal besproken is. Ja, we gaan het meemaken. Het gaat nog heel lang duren, dat kan ik wel vertellen. Dat vrees ik ook, helaas.